Heb vandaag een Gymshark bestelling binnengekregen. En toen ik las hoeveel deze laptop kostte, dacht ik, ja, dat lijkt me dus wel heel erg leuk om uit te proberen. Dus ja, dat is wel even pittig. Dit heb ik echt al een tijdje niet gedaan. Ik ben helemaal sjoek. Hoi allemaal, leuk dat je kijkt naar deze nieuwe weekvlog. En dit voelt een beetje raar voor mij. Omdat ik eigenlijk had bedacht om niet meer te weekvloggen. Maar dat is iets wat ik nooit met jullie heb gecommuniceerd. En ik dacht, ik moet het toch wel heel eventjes goed uitleggen in een video. En niet dat jullie denken, waar zijn de vlogs en komen ze terug? Blijven ze voor altijd weg? Het voelde gewoon nog niet echt afgesloten voor mij. Ik had namelijk in een weekvlog wel uitgelegd dat ik dus even tijdelijk ga stoppen met weekvloggen. Alleen ik heb die weekvlog nooit geüpload. Dus jullie weten helemaal niet waarom ik opeens weg ben en niet meer met weekvlogs kom elke week. En het leek me daarom leuk om nu nog wel even één weekvlogje te maken. Zodat ik het ook nu even kan uitleggen. Ik vind het ook nog steeds heel erg leuk om te doen. Dus misschien dat er eens in de zoveel tijd nog eentje komt. Nou, ik ga het eerst eventjes uitleggen. Even een rewind. Ja, een paar weken geleden zat ik echt in een super drukke periode met school. Ik had mijn overgangstentamen. En daarna ging ik gelijk door met een eindexamen. Ik had nog vakantie daartussen. En ik merkte gewoon echt aan mezelf dat het vloggen me gewoon niet lukte. Er is één ding wat ik niet wil en dat is stoppen met YouTube. Want dat is echt iets wat ik ontzettend leuk vind. En ik vind het al soms best moeilijk dat ik er niet meer 24/7 de tijd in kan steken. Verhaal kort, ik ga minder weekvloggen de komende periode. Ik ga zeker niet stoppen met weekvloggen. Als ik weer een keertje een week heb dat ik denk, nu heb ik er zin in, dan ben ik er gewoon natuurlijk met een weekvlog. Maar het zal niet meer een wekelijkse weekvlog worden. Ik zal niet meer wekelijks uploaden met een weekvlog. Maar goed, ik vond het wel weer even heel leuk om nu wel weer even een weekvlog te maken. Dus, nou ja, ik hoop dat jullie het leuk vinden dat ik nu heel even lekker op jullie beeldscherm ben. Gisteren heb ik een feestje gehad van Soraya. Hele goede vriendin van mij. Nou ja, die kennen jullie denk ik wel van mijn vlogs. Maar gisteren was het dus echt heel erg laat geworden. En toen kon ik vervolgens ook niet slapen. Dus ik ben nu echt ontzettend moe. Ik heb vandaag de hele dag gerepeteerd. Lekker chillen, want ik ben echt ontzettend moe. Ik heb echt vannacht 3,5 uur geslapen of zo. Het is echt... Nee, het is echt niet oké. Dat is echt veel te kort. Maar goed. Hoe krijg ik het toch voor elkaar om altijd overal bende te maken? Het is echt zo irritant. Goedemiddag, het is dinsdag en ik heb vandaag weer lekker gerepeteerd. En ik ben nog niet klaar, want ik heb straks weer een repetitie tot 9:30. Dus ja, dat is wel even pittig. Dan was dat mijn dagje. Vanavond denk ik Songfestival kijken, dus helemaal leuk. Zo, nou, ik was deze middag even vrij en ik ben gelijk 2 uurtjes in slaap gevallen. Dus ik heb een heerlijk middagdutje gedaan. Ik was echt heel erg moe. Van alle repetities, maar goed. Ik had natuurlijk eerder in deze video gezegd dat ik bezig was met een samenwerking. En daar wil ik nu eventjes wat over vertellen. Dit stukje van de vlog is dus een samenwerking. Dus dan weten jullie dat. Ik kreeg een tijdje terug een mail van Coolblue of ik een laptop wilde uitproberen voor jullie. En dat vond ik eigenlijk heel erg leuk. Het is deze laptop. Van, ik weet niet zo goed hoe het uitspreekt, Asus of Asus, ik weet het niet precies. Maar ja, deze laptop dus. En zij vroegen of ik die laptop voor jullie wilde uitproberen. En nou ja, ik heb natuurlijk zelf een hele fijne laptop. Maar het ding is wel dat de laptop die ik heb aan de prijzige kant is. En toen ik las hoeveel deze laptop kostte, dacht ik, ja, dat lijkt me dus wel heel erg leuk om uit te proberen. Want deze laptop is echt de helft goedkoper dan de laptop die ik gebruik. En dat vond ik eigenlijk wel heel erg interessant. Ik heb nu de website voor me. Deze laptop kost €650. Maar op dit moment staat op de website dat hij naar €600 is afgeprijsd. Wat natuurlijk echt voor een laptop echt wel een heel mooi prijsje is. Ja, niet iedereen heeft ontzettend veel geld voor een laptop. En als student zijnde is het natuurlijk wel echt heel erg fijn als je een laptop hebt. Ik kan zelf echt niet zonder een laptop. Ik zou echt niet weten hoe ik dat moet doen. Ik gebruik mijn laptop namelijk voor heel veel dingen op school, zoals verslagen maken, notities bijhouden. Ik maak ook planningen op mijn laptop. En natuurlijk ook niet onbelangrijk, zit er ook heel veel ontspanning in een laptop. Zoals Netflix kijken en dat soort dingen.
Dus ik vind een laptop gewoon echt heel erg belangrijk. Het was voor mij heel erg wennen, omdat ik eigenlijk zelf nooit met Windows werk. Deze laptop heeft Windows 10 erop. Dus dat was echt even heel erg wennen. Maar ik moet zeggen dat je er toch ook wel heel snel gewend aan raakt. Misschien zijn er ook wel kijkers die juist heel graag Windows gebruiken. Dus dan is deze laptop natuurlijk al helemaal top. Ik zal eerst eventjes wat specificaties opnoemen van deze laptop. Voor de mensen die daar geïnteresseerd in zijn. Deze laptop heeft een 14-inch scherm. Hij is echt heel erg licht, dus ook makkelijk mee te nemen. En dus ook niet te groot. En dat vind ik zelf heel erg belangrijk, want als student zijnde is het natuurlijk fijn als je je laptop mee kan nemen. Ja, als straks alle scholen weer helemaal geopend zijn en hogescholen, universiteiten. Ik hoop dat dat binnenkort weer meer gaat gebeuren natuurlijk. Dan is het natuurlijk wel handig als je gewoon je laptop mee kan nemen en dat die niet te zwaar is in je tas. De laptop heeft 512 gigabyte opslag, wat ik echt fantastisch vind. Ik vind dat echt ontzettend belangrijk. Voor al je bestanden, foto's, filmpjes is het gewoon heel erg fijn als je genoeg opslag hebt. Mijn andere laptop heeft dat niet. En daar heb ik ook echt heel vaak toch wel problemen mee. Omdat ik eigenlijk ook altijd een harde schijf mee moet sjouwen. En dat hoeft dus niet met deze laptop. Dus dat vind ik echt een heel groot pluspunt. Voor de mensen die hier verstand van hebben, het is een i5 processor met 8 gigabyte. Het enige wat ik daarvan weet is dat die dan redelijk snel is. En dat merk ik ook. Het is een snelle laptop en dat is natuurlijk ook heel prettig. Wat ook heel erg fijn is, is dat de laptop een anti-reflecterend scherm heeft. Dus je kan er heel makkelijk buiten mee zitten. Dus dat zorgt er eigenlijk voor dat je, als je buiten zit en veel lichtinval hebt, dat je niet jezelf terugziet, zeg maar, in het scherm of je achtergrond. Ik vind dat altijd heel vervelend. Als ik dan bijvoorbeeld, zeker als het mooi weer is, even buiten wil zitten met mijn laptop, dan is dat eigenlijk niet te doen. En met deze laptop is dat dus wel. Wat ik ook heel erg fijn vind aan deze laptop is het startscherm van Windows 10 dus. Daar kan je dus zelf allemaal apps toevoegen en dingen waar je gewoon snel heen kan gaan. En dat vind ik zelf echt ontzettend handig. Dan hoef je niet helemaal te zoeken, maar dan staat dat gewoon heel makkelijk in je startscherm. Kan je er gewoon zo op klikken en dan ben je bij je favoriete app. Wat is nou mijn mening over deze laptop? Ja, weet je, zeker gezien de prijs vind ik het echt een prima laptop. Maar ik denk wel dat het er heel erg aan ligt waarvoor je hem wil gebruiken. Ik denk als jij een student bent of een persoon die hem vooral wil gebruiken voor gewone dagelijkse dingen zoals verslagen typen, internet, YouTube-video's kijken, Netflixen, gewoon de simpele dingen, zeg maar, dan is dit echt een prima laptop voor natuurlijk ook echt een hele fijne prijs. Ik merk ook dat de batterij heel lang meegaat. Dat is natuurlijk ook wel heel erg fijn. Het is gewoon een prima laptop voor als je gewoon het wil gebruiken voor de dagelijkse dingen als student zijnde. Of natuurlijk, je hoeft niet per se student te zijn. Maar als je gewoon een laptop nodig hebt voor, zeg maar, de dagelijkse internet en verslagen type, dat soort dingen. Het feit dat er natuurlijk veel opslag op zit is natuurlijk ook heel chill. Je kan al je documenten gewoon lekker bewaren op de laptop. Wat dat betreft is het gewoon echt een prima laptop voor de prijs. Kijk, als jij met jouw laptop meer zwaardere programma's wil gebruiken of wil gamen of weet ik veel video's wil editen, dan denk ik niet dat dit de laptop voor jou is. Maar als je gewoon op zoek bent naar een betaalbare laptop waar je gewoon de dagelijkse dingen op kan doen, dan is dit echt een prima laptop. Dus ja, ben je op zoek naar een betaalbare laptop, dan is dit zeker een goede optie. Dus en dat is echt mijn eerlijke mening. Dus dit zeg ik niet alleen maar omdat het een samenwerking is. Ik heb natuurlijk een linkje in de beschrijving gezet. Dus mocht je benieuwd zijn, check dat eventjes. Ik hoop dat jullie het handig vonden. En ik hoop dat ik iemand toch misschien er blij mee heb kunnen maken. Zo, ik kom net uit de douche, dus vandaar dat mijn haar nat is. Maar ik heb vandaag een Gymshark bestelling binnengekregen. Voor de mensen die Gymshark niet kennen, het is dus een, wat het al zegt, een gymkledingmerk. Ik ben dus echt ontzettend fan van deze website. Wat ook niet doorschijnt, want ja, met dansen ben je toch best wel vaak, weet ik veel, aan het bukken of over de grond aan het rollen, weet ik het allemaal wat. Dus ik vind het heel belangrijk dat ik me in mijn sportkleding, ja, ik weet niet, dat het gewoon lekker voelt. Dus Gymshark heb ik denk ik een jaar geleden ontdekt. Toen heb ik mijn eerste setje daar gekocht. Dat was een zwart setje.
En sindsdien ben ik echt, ja, ik hou er echt van. Ik draag het ook heel vaak, zoals vandaag, gewoon thuis als een soort van chill setje. Ik vind het gewoon echt hele chille kleding. En nu heb ik dus vandaag een bestellingje binnengekregen. Het eerste daarvan is deze trui. Judith die had deze. En ik had hem ook al gezien en ik wilde hem eigenlijk eerst in het wit bestellen. Want ze hebben hem in verschillende kleuren. Volgens mij in het zwart, wit, maar nu ook blauw. Ze hebben nu meerdere kleurtjes. Maar ja, ik wilde hem dus in eerste instantie in het wit bestellen. Maar toen zag ik deze bij Judith. En toen dacht ik, nee, ik wil deze kleur. Ik vind dit echt een hele leuke kleur. En ja, ik weet niet of jullie het kunnen zien, maar het is echt... Oh, dit is mijn elastiek. Maar het is echt van een mega chill stofje. Het is dus ook niet echt een trui, maar meer gewoon een shirtje. Een dun shirtje. Dus nou, ik vind het echt heerlijk. Deze was €35. Maar als je student bent, kan je via Student Beans 10% korting krijgen op Gymshark. Dan moet je je daar gewoon even aanmelden met je school en dat soort dingen. En dan krijg je 10% korting. Dus ik had hier ook 10% korting op. Dus dat is echt... heel erg chill. Ik heb nu ook deze legging aan. Ik zal even op mijn bank staan. Deze had ik al. Die heb ik niet nu gekocht. Maar dit is een Vital Seamless legging. Deze legging heb ik dus ook in het zwart. Maar dit is de nieuwere versie. Ze hebben nu een nieuwere versie uitgebracht. Die dus hier ook wat strakker zit. En ik draag trouwens alles van Gymshark in de maat S. Voor als jullie dat willen weten. Ik heb laatst ook een M gepast. Maar ik vind het gewoon heel chill als mijn... leggings gewoon echt goed strak zitten. En dat is ook zeker zo. En hij schijnt ook niet door. En ja, echt mega chill. Oké, en dan heb ik dus ook nog twee andere leggings besteld. Die zal ik er even bij pakken. Er zit hier wel een kleine storytime aan vast. Ik wilde namelijk alleen bestellen voor dit truitje. Want die wil ik dus echt al een tijdje. Maar vanaf €50 heb je gratis verzending. En deze is €35. Dus dat haalde ik niet. Dus toen dacht ik, nou dan bestel ik er gewoon even twee leggings bij die ik nog graag wil uitproberen. En dan kan ik die vervolgens gewoon terugsturen. Maar ja, je raadt het al. Nu heb ik die legging gepast en nu wil ik hem echt heel graag hebben. Ik heb dus twee leggings erbij besteld. En het zijn eigenlijk allebei de leggings in dezelfde kleur. Alleen van een andere, collectie. Oké, als eerste heb ik deze. Het is dus in een soort van lichtroze paarse kleur. Goed, dit is de eerste die ik had besteld. En dan staat hier op de achterkant... Gymshark. En deze heeft dus ook allemaal van die... ja, ik weet niet of je het zo kan zien. Van die lijnen. Waardoor je lichaam ook gewoon mooier uitkomt, zeg maar. Ja, in eerste instantie vond ik de andere legging die ik had mooier. Maar ik vind deze eigenlijk mooier. Omdat ik vind het wel heel erg mooi als je zeg maar van dit soort lijnen hebt. Waardoor je lichaam zeg maar wat beter wordt, wordt getekend, zeg maar. En... hij zit echt niet normaal lekker. Ik vind dat eigenlijk met elke Gymshark legging wel. Maar echt, oh, ja, deze wil ik dus eigenlijk nu echt heel graag houden. Dit is de Flex High Waist legging. En ja, deze heeft dus allemaal van dit soort dingen op de legging. En dit is bij de billen. Dus dat vind ik wel echt heel erg mooi. Ja, weet je, het zit prachtig en het zit heerlijk en... ja, dit dus. En hier staat dan Gymshark nog geschreven. Dan heb ik ook nog deze. En dit is eigenlijk een beetje dezelfde kleur. Het is iets meer, deze is iets meer roze dan paars, vind ik. Terwijl volgens mij wordt die wel als paars aangegeven. Ja, light purple. Ja, dat klopt ook wel. Het ding is, deze zit ook echt prachtig. En die zit ook echt ontzettend lekker. Het is ook echt een heel zacht stofje. Hier staat ook Gymshark aan de zijkant. Dus net even wat anders. Alleen wat ik wel minder vind aan deze, is dat er dus op de bil loopt er hier alleen één naad. Maar verder is er niet echt iets van definition te zien. Waardoor ik heb een beetje het idee dat ik in deze legging echt wel een wat plattere kont krijg. Zo, er komt even een duif op me afgevlogen. En op zich, ik heb niks te klagen, want ik heb goede billen. Maar... toch vind ik het wel mooi als er een soort van een rand is waardoor het iets meer wordt... kijk, dat is bij deze ook. Dat het iets meer wordt getekend waardoor je billen nog iets groter lijken. Maar goed, ja. Deze is natuurlijk ook heel erg mooi. Oké, nou, hier nog even in de spiegel. Dit is dus de Adapt Marl Seamless in Light Purple.
En ja, het zit gewoon echt heel erg mooi. Dit stofje is echt bizar lekker. Ik heb laatst ook al een legging uit deze lijn getest. En die stofjes van deze lijn zijn gewoon echt niet normaal. Het zit echt niet normaal lekker. En dit is dus de achterkant. En dat vind ik gewoon wel echt minder aan deze legging. Maar verder is hij wel gewoon echt heel erg leuk. En ik hou echt van de kleur. Ik vind alleen wel dat ik heb nu een seamless onderbroek aan. Maar die schijnt toch wel een heel klein beetje door of zo. Deze is wel 5 euro duurder. Deze kost 55 euro. De prijsrange ligt ongeveer tussen de 50 is aan de goedkoopste. En 60 euro geloof ik de duurste. Maar ik snap niet zo goed waarom eigenlijk. Maar dat zal wel met het materiaal te maken hebben. Ja, dus ik ga nog even nadenken of ik deze ga houden. Het is echt puur om het geld dat ik aan het twijfelen ben. Omdat ik gewoon echt de laatste tijd veel te veel geld uitgeef. Ja, ik vind het wel echt heel erg mooi. Dus ik ga ook nog even de mening van mijn moeder erbij halen. En dan ga ik kiezen. Oh, oh. 251 nee. Points. Dus ze gaat niet winnen Frankrijk, maar gaat naar die. Alleen Zwitserland kan er overheen. Switzerland gets at least 258 points. We gaan niet verklappen, hè? Switzerland has got from the public 160. Ja, Italië heeft gewonnen. Goed voorspeld. Pleidooi voor authenticiteit vanuit Italië. Zeg wat je te zeggen hebt. Laat je niet gek maken door mensen die je bek opentrekken en niks te melden hebben. Dat is een boodschap zo'n beetje. Zo, nou, goeie avond. Het is inmiddels echt alweer 5:30. Maar ik heb gisteren echt een heerlijk avondje songfestival gehad. Het was dus echt één grote grap. Want ik zat letterlijk de hele dag in mijn sportkleding en lelijk geen make-up op. En toen ging ik even iets ophalen beneden bij Soraya. En toen zei ze, heb je zin om vanavond met mij en Elise te kijken? Dus ik zo, oké. En zij hadden een soort van een dresscode bedacht. Lekker glittertjes, lekker make-up lookje. Dus ik zo, fuck. Dus ik heb echt letterlijk in 10 minuutjes heb ik mezelf even zo snel opgemaakt. En een glitter outfitje aangetrokken en... Nou ja, ik heb echt een ontzettend leuke avond gehad. En was gewoon echt heel leuk. En vandaag ga ik iets heel spannends doen vanavond. Ik ga heel even uitkijken met hoe ik dit ga verwoorden. Want YouTube kan hier nog wel eens vervelend over doen. Dan kan het zijn dat ik bijvoorbeeld geen geld verdien met deze video. Maar ik ga vanavond de prik halen. Ik denk dat als ik hier wijs dat jullie wel weten wat ik bedoel. Tegen het virus wat nu aan de gang is. Ja, ik ben eerder aan de beurt vanwege medische redenen. Dus daar ga ik. Ik vind het best wel spannend. Omdat ik gewoon heel erg benieuwd ben hoe ik erop ga reageren. Ja, we gaan het zien. Vanavond om 7:30 ga ik hem halen. Dus ik ben echt... ik vind het heel spannend. Dus nou ja, het komt allemaal vast wel goed. Maar ik hoop gewoon niet dat ik er een paar dagen ziek van ga worden. Want daar heb ik gewoon echt geen zin in. Oké, eventjes een update. Het is nu 12 uur bijna, dus het is een paar uurtjes later. Ik heb om 7:15 ongeveer mijn prik gekregen. Hoe ik me nu voel? Ik voel me eigenlijk helemaal goed. Er is niks aan de hand, geen bijwerkingen voor mijn gevoel. Ik heb alleen een heel klein beetje, echt een lichtelijke spierpijn in mijn arm. Maar eigenlijk is dat ook echt niks ergs. Ik kan gewoon alles. Kijk, ik kan gewoon mijn armen optillen. Ik kan gewoon alles doen. Ik voel gewoon dat er een prikje is geweest, maar verder... Eigenlijk niks aan de hand. Dus ik ga nu zo meteen slapen. Dus ik hoop dat het allemaal mee gaat vallen. En dat er eigenlijk niks gebeurt. En als dat wel zo is, dan is dat zo. Want ik bedoel, ik weet natuurlijk dat er iets van bijwerkingen kunnen komen. Dus als dat zo is, dan is dat zo. Oké, ik weet niet hoe lang deze camera het nog gaat volhouden. Want hij is bijna leeg. Ik weet dus ook even niet meer of ik vandaag al een update heb gegeven hoe ik me voel. Maar het gaat in ieder geval op dit moment best wel goed. Ik ben net even de stad ingegaan. En tot nu toe had ik eigenlijk alleen maar last van spierpijn in mijn arm. Maar ook niet echt als ik het beweeg meer. Gewoon, ik voel gewoon net als een soort van pijnlijk plekje bij de prik, zeg maar. Maar toen ging ik net de stad in. En toen merkte ik toch wel dat ik door de stad liep en toch wel een beetje hoofdpijn ook kreeg. En alleen... Ik heb best wel vaak hoofdpijn, dus wat dat betreft weet ik niet of het daardoor komt. Maar ik voel me in ieder geval best wel prima.
Ik ben een beetje moe alleen ook, maar dat is ook iets wat ik vaker heb. Dus nou, allemaal niet echt heel gek. Ik haat mezelf dus echt intens, want ik ben dus echt al de hele avond niks aan het doen behalve TikToks kijken. En nu wil ik net naar mijn bed gaan en nu besef ik me dat ik echt deze vlog even af moet editen. Want morgen ben ik tot 10 uur aan het repeteren en ik heb gewoon echt amper meer tijd om dit allemaal te fixen nog. Dus ik moet dat nu doen. Dus ik ga bij deze op de vlog afsluiten. Ik heb nu trouwens mijn haar weer met zo'n handdoektouw gedaan. En dit is dus hoe ik normaal gesproken mijn krullen overnight maak. En nu word ik morgen waarschijnlijk echt wakker met een hele bos krullen. En dat is echt mega nice, want dit slaapt ook gewoon heel lekker. Maar goed, ik ga nu deze vlog afsluiten. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. Het kan dus misschien weer eventjes duren voordat ik weer terug ben met een weekvlog. Dus nou ja, dan weten jullie dat in ieder geval. Maar jullie gaan mij zeker niet missen, want ik blijf zeker lekker video's maken voor jullie, want dat vind ik heel erg leuk. Alleen, het zal de komende tijd misschien alleen even ietsje minder worden. En dan hoop ik dat ik in de zomer weer helemaal terug kan komen. Dus ja, ik wil jullie heel erg bedanken voor het kijken. Doe een duimpje omhoog als je het leuk vond. En dan zie ik jullie hopelijk weer bij de volgende video. Oh, en mijn batterij is nu net leeg. Wat een timing. Oké, doeg! Thank you.